Vanaf het moment dat ik besefte dat het thuis niet meer ging, brak er een onzekere tijd aan. Wat gaat er gebeuren en wanneer? Neem net als ik contact op met Joris Zorg. Ze geven u en uw familie alle benodigde informatie, bieden ondersteuning en nemen regelzaken uit handen. Iedereen is uniek. Joris Zorg kijkt echt naar wie ik ben. Nadat ik van het CIZ een indicatie ontving, Nam Joris adviescontact op. We bespraken wat ik kon verwachten, of er een wachtlijst voor de zorglocatie was en welke zorg ik zou ontvangen tot aan de verhuizing. Vanaf nu hebben we regelmatig contact. Er volgde een rondleiding. Op de website van Joris Zorg staat ook nog allerlei informatie voor nieuwe bewoners. Super fijn dat ze ook nog bij mij thuis zijn geweest, zodat ze weten hoe ik leef. En wat ik belangrijk vind. Zodra er een plek voor me vrij kwam, nam Joris advies contact op. Ik ontving ook een schriftelijke bevestiging. Toen kon ik, samen met mijn familie, de verhuizing voor volgende week gaan regelen. Vlak voor de verhuizing werd nog eens duidelijk besproken wat ik zelf kan, wat mijn familie doet en waar Joris zorg bij ondersteunt. Bij dit gesprek was Joris advies en een zuster van de woning aanwezig. Zij is vanaf nu onze vaste contactpersoon. Tijdens de verhuizing zijn ik en mijn dochters heel hartelijk ontvangen. Het leek bijna of de medewerkers me al een beetje kenden. Phil bleef dus ook zoals ik thuis gewend was. Zo kan ik af en toe tuinieren en ga ik elke maandag koffie drinken met mijn dochter. Alles gaat prima. Ik heb een eigen zorgleefplan waarin precies wordt bijgehouden wat voor mij belangrijk is en hoe ik het graag wil. De vaste contactpersoon informeert mijn familie over hoe het gaat en er is altijd een zorgmedewerker aanwezig die mijn situatie kent. Er is ook alle ruimte om te praten over zaken die misschien nog beter of net iets anders zouden kunnen. Het was een grote verandering, maar bij Joris Zorg ben ik in goede handen en wij voelen ons thuis.